Ja, ik denk dat ik niet de enige ben die zich in het bijzonder ook de afgelopen week erg heeft verbaasd over de snelheid waarmee de SP verder weg aan het zakken is in het nationalistische kamp. En meer Wilderiaanse retoriek is gaan bezigen. Lilia Marijnis suggereert inmiddels eigenlijk aan de lopende band dat arbeidsmigranten schuldig zijn aan de lage lonen in Nederland. En ik denk dat dat een staaltje klein geestige xenofobie is die, waar we socialisten niet zoveel mee te maken zouden moeten willen hebben. Wordt dat zelfs beweerd dat dat een vorm van anticapitalisme zou zijn. Ik denk dat dat echt een godspe is, omdat het juist de schuldigen, de kapitalisten, de marktverhoudingen buiten schot laat en de arbeidsmigrant als zondebok neerzet. Ondertussen wordt er ook gewezen, gelukkig, op de moeilijke situatie waar arbeidsmigranten in zitten, de huisvestingssituatie, de afhankelijkheid van hun bazen. Maar het wordt heel vaak geframed als een argument om te zeggen, zie je, die mensen verzwakken de arbeidersklasse, dus die moeten we niet hebben in dit land. Ik denk dat ze hiermee de SP eigenlijk het spelletje heel erg meespeelt wat gespeeld wordt in de EU als het gaat om arbeidsmigratie. Want hoe ziet dat spelletje eruit? Ik denk het meest vergaande voorbeeld misschien kwam van Bolkestein in 2006. Die was toen eurocommissaris, die stelde de dienstenrichtlijn voor, werd ook de Frankensteinrichtlijn genoemd. En het kwam erop neer dat arbeidsmigranten tegen de arbeidsvoorwaarden van het thuisland te werk konden worden gesteld in andere Europese landen. En dat slaat natuurlijk de bodem onder het sociale stelsel uit. Dat was ook het hele idee ervan. Ik denk dat racisme daar een heel berekend onderdeel van was. Bolkestein was als VVD'er een van de mensen die zich hard maakte voor het gebruik van racisme als middel voor de VVD. En hij heeft volgens mij heel bewust dit ingezet om niet alleen oneerlijke concurrentie te organiseren tussen arbeidskrachten en dus een race naar de bodem te introduceren, maar om vervolgens juist die arbeidsmigranten zelf de schuld te kunnen geven van die race naar de bodem. Dus hij probeerde op die manier twee vliegen in één klap te slaan. Nou, uiteindelijk werden in ieder geval de meest vergaande elementen uit Bolkestein zijn plannetje werden geblokkeerd. Nu demonstreerden 100.000 mensen in Brussel uit verschillende Europese landen. Anti-oorlogsactivisten deden mee, heel veel vakbondsmensen deden mee, vanuit de FNV werd er gemobiliseerd. En het linkse antwoord in die tijd was, we vechten voor gelijk land, voor gelijk werk, we vechten voor internationale solidariteit en we verdedigen ons tegen verdeel- en heerspolitiek. Nou, rond dezelfde tijd begon de FNV met een project, met name in Limburg, voor het organiseren van arbeidsmigranten uit Polen, die daar onder meer als slaapplukkers werden te werk gesteld, seizoensarbeiders. En Wim Baltussen was de vakbondsman die dat deed. En hij trapte niet, of hij was de bestuurder, hij trapte niet in dat valletje. En hij stond erop dat ze moesten vechten voor gelijke behandeling. Jan Marijnissen in die tijd steunde die strijd. Die zei, er is niks tegen Polen die hier komen werken. Er is wel wat tegen uitbuiting van deze mensen en de oneerlijke concurrentie die dat vormt voor Nederlandse arbeiders. Wat volgens mij een prima lijn is, maar wel een andere dan wat we nu van de SP horen. Baltussen sprak zich toen heel fel uit tegen pogingen om arbeidsmigranten te weren. Hij zei daarover, het zijn niet de Polen die ontwrichtend werken voor de arbeidsmarkt, maar de werkgevers in de landbouw, het transport en de bouw die de bestaande regels en de cao's aan hun laars lopen. Zij zijn er de schuld van dat er sprake is van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Bovendien krijg je met zo'n beleid meer illegaliteit. En dat betekent dat het voor de vakbeweging nog moeilijker wordt om mensen te bereiken. Nou, ik denk dat die opmerking over illegaliteit een belangrijke is, omdat we zien bijvoorbeeld in een land als de Verenigde Staten dat werkgevers juist graag mensen zonder papieren in dienst nemen, omdat die nog veel zwakker staan dan legale arbeidsmigranten, want die kun je gewoon verlinken aan de IND of het equivalent daarvan. Dus ik denk dat het uitsluiten van arbeidsmigranten in dat opzicht het probleem alleen maar groter maakt. En het afgeven op arbeidsmigranten, het voeden van racistische en chauvinistische sentimenten,
al dat soort reactionaire tonen strooien mensen zand in de ogen als het gaat om wie er werkelijk schuldig zijn aan het organiseren van die ongelijkheid. En het pleiten mensen vrij ook die dat doen. En het maakt het veel moeilijker om mensen op basis van hun gezamenlijke belangen te organiseren. En dat is toch waar socialisten in eerste instantie voor zouden moeten gaan. Solidariteit tussen werkenden, ongeacht hun geloof, afkomst, kleur, gender, behoort volgens mij tot het ABC van vakmanswerk. Samen sta je sterker, dus je organiseert je, dat is een beetje een open deur. Dat je dus reactionaire ideeën bestrijdt als socialist lijkt me zo logisch als wat. Erbij komt dat mensen die in goed georganiseerde bedrijven werken of in goed georganiseerde sectoren werken er ook belang bij hebben dat mensen die in zwakkere sectoren of in zwakkere bedrijven werken zich ook organiseren. Omdat datzelfde soort van verdeel- en heersmechanisme daar ook speelt. Ja, dat racisme en scheiding tussen nationaliteiten daar geen uitzondering op is, dat bleek uit onderzoek alweer een tijd geleden van een Amerikaanse socioloog, L. Szymanski, als ik het goed uitspreek. En hij liet zien dat solidariteit organiseren juist tegenover racisme een heel effectieve methode is. Hij deed onderzoek naar de relatie tussen de ongelijkheid tussen witte en zwarte arbeiders in de Verenigde Staten en het algemene loonniveau van die arbeiders. Daaruit bleek dat in staten waar het verschil tussen de lonen van witte en zwarte arbeiders kleiner was, de lonen ook relatief hoger lagen. En dat andersom hetzelfde gold. Op het moment dat de verdeeldheid tussen zwart en wit groter was, lagen de lonen gemiddeld lager, waren arme witte arbeiders ook slechter af. Zijn conclusie was dat racisme hier direct op van invloed was. Hoe groter de factor van racisme een rol speelde, hoe moeilijker het was om te organiseren, hoe zwakker de werkenden stonden, hoe lager de lonen waren. En dit was niet alleen in het belang van de mensen die getroffen werden door racisme, maar het was in het belang van iedereen die werkte. Nou, dat illustreert dat het afgeven op de mensen die het meest zwak staan, zoals de SP eigenlijk regelmatig doet de laatste tijd, tegen de belangen van werkenden ingaan. Het doel moet juist zijn dat arbeidsmigranten dezelfde rechten krijgen. Dat ze zich organiseren in de vakbeweging en zich onderdeel kunnen voelen van de Nederlandse arbeidsbeweging. Ik denk ook dat het nogal selectief is om te wijzen naar arbeidsmigranten. En natuurlijk is het zo dat als er meer aanbod is op de arbeidsmarkt, dat een drukkend effect heeft op de lonen. Dat is ook de reden waarom neoliberalen altijd de pensioenleeftijd hebben willen verhogen. En noem het allemaal maar op. Inmiddels ligt de pensioenleeftijd op 66 jaar, maar als je kijkt naar de hele verschuiving, mijn grootvader die werkte in de Rotterdamse haven bij de ECT, was een elektricien, die kon op zijn 55ste stoppen met werken. Ja, ik moet op mijn 72ste, 73ste door. Ik geloof niet dat we het gaan meemaken, maar, maar dat is een ander verhaal. Als je dat doorrekent naar 10 miljoen werkende mensen, dan is dat nogal een effect. Een andere verschuiving is dat na de Tweede Wereldoorlog heel erg veel vrouwen zijn gaan werken. En ik denk dat een heel goede zaak is. Dat werd aangemoedigd door socialisten, door feministen, want het zorgt ervoor dat vrouwen een grotere economische zelfstandigheid hebben, een sterkere positie innemen. Volgens de vraag- en aanbodanalyse zou je zeggen, ja, die drukken de lonen misschien ze maar weer terug achter het aanrecht. En inderdaad, als je de SP-brochure hierover leest, Jasper verwees naar Gastarbeid en Kapitaal, een tijd geleden met trots, wat denk ik heel erg misplaatst is. Maar er was een andere brochure, Arbeidersvrouwen en Feminisme, waarin werd bepleit dat arbeidersvrouwen niks moesten hebben van feminisme en dat ze het meest gebaat waren met huishoudelijke arbeid en niet met betaald werk. Dus ik vraag me af, als we vinden dat arbeidsmigranten de lonen drukken en moeten worden uitgesloten, moeten vrouwen dan ook weer terug achter het aanrecht? Ik mag hopen van niet. Maar als dat niet zo is, wat is dan precies het verschil?
ik vrees dat het verschil is, de nationalistische fabel over de Nederlandse identiteit. Dat de ene groep, dat zijn Nederlandse mensen, de andere groep, dat zijn mensen uit een ander land. Beste vraag waar de chauvinistische koers van de SP vandaan komt. Want ik probeer me echt mijn hoofd eromheen te krijgen. En ik denk dat wat Jasper zei over de zogenaamde export-WW, daar een hoop licht op schijnt. Op dit moment is het zo dat als je in Nederland WW opbouwt, maar je werkt niet in Nederland, of je woont niet in Nederland, dan kan je tot maar 3 maanden WW krijgen, ongeacht hoeveel je hebt opgebouwd. Nou ja, dat is natuurlijk een ongelijke situatie. Socialisten zouden ervoor moeten pleiten dat het gelijk getrokken wordt. Nu ligt er een voorstel om dat naar 6 maanden te krijgen. Nou, dat is nog niet voldoende, maar in ieder geval een stap in de goede richting, zou ik zeggen. Maar vanuit de SP en met name vanuit Jasper wordt er gezegd, ja, dat moeten we helemaal niet doen, want de lonen in Polen liggen veel lager en dan valt de prikkel om te werken weg. Maar volgens mij is dat wijzen naar de prikkel om te werken en een uitkering als een soort van disciplineringsmaatregel is precies het argument dat de neoliberalen steeds gebruiken om het sociale minimum te ondermijnen, om de bijstandsindustrie en de dwangarbeid op te tuigen, noem het allemaal op. De kunstmatige ophef die we horen over uitkeringsrechten die fraude zouden plegen, is een van de favoriete middelen om de aandacht af te leiden van de mensen die werkelijk aan het frauderen zijn en om de allerzwaksten in de samenleving te criminaliseren. Dus ik denk dat dit in feite gewoon neoliberale argumenten zijn die nu selectief worden toegepast omdat het doel is om af te geven op arbeidsmigranten. Ja goed, ik denk dat dit in het verlengde ligt voor een deel van het überhaupt meer naar rechts opschuiven van de SP en het perspectief op verandering via het parlement en via meeregeren en dat daardoor meer een soort van nationaal perspectief wordt aangenomen. In de Europa-lezing van Lilian Marijnissen had ze het over dat we weer baas in eigen huis moeten worden in Nederland om ons meer los te maken van de Europese Unie. Dat vind ik een heel gekke opmerking. Ik denk niet dat Nederland ons huis is. En ik denk ook niet dat de heerschappij van Shell en Unilever nou zoveel beter is dan de heerschappij van Shell, Unilever, Fiat, Siemens en nog een boel andere Europese multinationals. Maar we zien ook dat de SP meer probeert mee te liften volgens mij op het electorale succes van extreem rechts. Tweede Kamerlid Ronald van Raak schrijft inmiddels 6 jaar een column voor de Post Online. Dat is een extreemrechtse website. Dat is een website waarin George Soros wordt neergezet als een kwade genius, waar rassenleer wordt verkondigd, noem het allemaal maar op. Bij een recente partijraad, zei Ronald van Raak tegen leden die kritisch waren op deze koers van de SP, als het je hier niet bevalt, ga dan ergens anders voetballen. Dan vraag ik me af, voor welk team voetbalt Ronald van Raak eigenlijk? Als hij al 6 jaar lang hulp met extreem rechts en daar niet de strijd aangaat met extreem rechts ideeën, maar afgeeft op feministen, op antiracisten, zogenaamde identiteitspolitiek. Nou goed. Ik vind het in ieder geval heel erg pijnlijk om het hele nationalistische discours te horen vanuit de SP. En dat is niet in de minste plaats, omdat ik denk dat de SP wel degelijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Met name in de jaren 90, de jaren 2000. Ik denk dat de SP er toe heeft bijgedragen dat socialisme, de invulling van het woord socialisme, heel anders en positiever werd in die periode. En ik denk ook dat als je kijkt naar de massale klimaatdemonstraties, de demonstratie tegen racisme, noem het allemaal op, de terugkeer van verzet van onderaf, dat er heel veel behoefte en een basis is voor een linkse politiek die feministisch, antiracistisch, internationalistisch is. Maar ja, laatste zin. Maar ik vrees dat, ik zie bij de SP vooral dat heel erg veel van die socialistische principes uitgefaseerd worden.
dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag. Mijn naam is Jasper van Dijk. Tweede Kamerlid voor de SP, sinds 2006 alweer. Ik ben heel lang ingezet voor onderwijs. En vanaf 2017 ben ik woordvoerder migratie, asiel, integratie. En heb ik me in dat onderwerp verdiept. Ik heb me ook natuurlijk daardoor heel veel bezig gehouden met vluchtelingenbeleid. En ik heb voorop gezet met de fractie, met de partij, door alle ontwikkelingen die de afgelopen jaren gaande waren, de vluchtelingencrisis, zoals dat genoemd wordt vanaf 2015. We moeten als SP opkomen voor mensen in nood. Mensen in nood verdienen bescherming. En dat geldt over de hele wereld. En dat is ook in lijn met onze basisprincipes en het is in lijn met het vluchtelingenverdrag. En het vluchtelingenverdrag willen we respecteren. En als je dan kijkt naar de situatie in Europa, dan is daar veel ellende te zien. Op de Griekse eilanden bijvoorbeeld zitten duizenden vluchtelingen opeengepakt in erbarmelijke omstandigheden. We hebben vluchtelingen in Libische gevangenissen. Is een hele foute boel en Europa werkt ook nog eens samen met de Libische kustwacht om die vluchtelingen tegen te houden. Wijzen wij ten zeerste af, hebben we ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. De Turkije deal wijzen we af. We gaan ook geen deals sluiten met andere dictators, met landen in Afrika met dictatoriale regimes. Laat ik daar heel helder over zijn. En Europa moet veel meer doen voor vluchtelingen door een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de verschillende landen. Dat lukt ook voor geen meter, dus er moet veel meer voor gedaan worden. En we willen ook veel meer investeren in menswaardige opvang van vluchtelingen, waar ook ter wereld. De Verenigde Naties krijgt nog niet eens de helft van het gevraagde budget. Dus ongeveer 8 miljard dollar vragen ze voor een menswaardige opvang per jaar. Ze krijgen 4 tot 5 miljard. Van de landen in de wereld. Dat is veel te weinig. En we zijn zeer tegen partijen die Europa dan wel Nederland op slot willen zetten voor vluchtelingen, zoals de PVV of de Forum voor Democratie. Daar neem ik ten zeerste afstand van. De grote strijd die wat de SP betreft gevoerd moet worden, is de strijd tegen het kapitalisme. Want dat is ook een van de belangrijkste grondoorzaken voor migratie, voor onvrijwillige migratie. Om het zo te zeggen, ongelijkheid, armoede, oorlogen, foute handelsverdragen, oftewel kapitalisme. Dat is de strijd die gevoerd moet worden. Stop met de uitzichtloze, ellendige oorlogen die al jarenlang worden gevoerd in Irak, Afghanistan, Mali, Syrië, noem maar op. Stop het foute neoliberale handelsbeleid van Europa, wat in Afrika wordt gevoerd, belastingontduiking, importtarieven. Het uitknijpen van Afrikaanse landen ten gunste van het Europese handelsbeleid. Voorkom ellende. Pak de mensensmokkel aan. Ga op zoek naar veilige routes, bijvoorbeeld door erkende asielprocedures in de regio. Dus nogmaals, geen deals maken met dictators waar schimmige constructies uit voortkomen. Maar dat moet streng gecontroleerd zijn onder toezicht van de VN als daar afspraken over gemaakt worden. Zorg voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa en elders. Arbeidsmigratie, daar heeft Jeroen het met name over gehad. Daar zijn wij heel kritisch over, dat klopt. We zien eigenlijk een moderne vorm van slavernij vandaag de dag in Nederland, in heel veel landen. De onthullingen die stapelen zich op van uitbuiting in de kassen, in de tuinbouw, in de distributiecentra, waar met name arbeidsmigranten uit Oost-Europa genadeloos uitgebuit worden. Je ziet ook de huisvesting wordt een steeds prangender probleem. Je ziet dat uitzendbureaus zich naast baas ook tot huisbaas maken om daar heel veel geld mee te verdienen. Van de week nog onthullingen
over het uitknijpen van arbeidsmigranten in Beuningen. Waar ze met meerdere personen in caravans, bungalows worden gestopt. Zodat daar veel geld mee kan worden verdiend. Veel meer dan dat als er recreanten in zitten. Dus die uitzendbureaus die maken deals met recreatieparken. Om de arbeidsmigranten voor zoveel mogelijk geld in te stoppen. Tegelijkertijd zien we een enorme leegloop in Oost-Europa. Er werken ongeveer 2 miljoen mensen uit Polen in West-Europa. Tegelijkertijd werken er ongeveer 2 miljoen mensen uit Oekraïne in Polen. Dat is nou het kapitalisme, denk ik dan. Iedereen werkt een land verderop, bij wijze van spreken. Het leidt tot een brain drain. Het leidt tot ontwrichting, hier en daar. Ik ben het helemaal eens met die uitspraak van Jan Marijnissen die Jeroen citeerde. Ik heb helemaal niets tegen Polen, ik heb iets tegen uitbuiting. En ik snap ook bewoners van dorpen en gemeenschappen die datzelfde zeggen. Wij hebben niks tegen arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Maar als ons dorp 1000 inwoners heeft, ik ben daar letterlijk geweest in Zuilichem, in de Bommelerwaard. En er worden 500 arbeidsmigranten naartoe gehaald omdat de plaatselijke kassenbaas daar wil gaan uitbreiden. Dan denk ik dat is niet verstandig, dat is ontwrichtend. En dan moet je veel beter over nadenken om mensen die van elders komen, om die goed te huisvesten en niet zomaar op een bedrijventerrein of in een recreatiepark, maar om ze veel slimmer te integreren in de gemeenschap waar zij komen. Zorg dus ook voor taallessen bijvoorbeeld. De Europese Unie stelt geen enkele eis aan integratie. Dat is het vrije verkeer van werknemers, dat is de natte droom van Frits Bolkestein. Die Jeroen terecht noemde. Werknemers kunnen over heel Europa gaan werken en dus ook door bedrijven geworven worden. Maar dat betekent dus wel dat zij 1000 kilometer verderop werken en in een omgeving komen waar zij hun familie niet om zich heen hebben, de taal niet spreken en je dus een situatie van ontwrichting krijgt waar wij zeer bezorgd over zijn. Dus daar moet je mee aan de slag gaan. En dat is denk ik ook een vraag die ik impliciet aan jullie of aan jou zou willen stellen, Jeroen. De Europese Unie is natuurlijk vergaand een neoliberaal project. Waar we van zien dat door de elite die in Brussel zit, is die uitbreiding is de afgelopen 10, 20 jaar natuurlijk ook sterk aangemoedigd. Om die markt maar te kunnen vergroten. Dus we begonnen met 6 landen in de jaren 50 met de Europese gemeenschap. Inmiddels zijn het er 28. Dat is gebeurd sterk onder druk van neoliberale politici. Die vonden dat die markt van Europa uitgebreid moest worden. Dat was denk ik een hoofdagendapunt. En daardoor moest Oost-Europa er snel bij gehaald worden. Daardoor zouden ook nog meer landen uit de Balkan bijvoorbeeld erbij betrokken kunnen worden. Maar onvermijdelijk gevolg daarvan is dat we nu een Europese Unie hebben met landen die zeer sterk verschillen in welvaart, in lonen, zeer veel ongelijkheid vertonen. En dan is het natuurlijk niet vreemd dat de mensen uit de Oost-Europese landen waar de lonen aanzienlijk lager liggen, dat die hier komen werken. Ik snap dat volledig. Maar dat is natuurlijk wel precies de agenda van het bedrijfsleven van Frits Bolkestein, die dat natuurlijk precies al in zijn achterhoofd had op dat moment. Goedkope arbeid uit Oost-Europa kan hier ingezet worden om voor lage lonen genadeloos uitgebuit te worden. En wij zeggen, er is nu volstrekt geen vorm van regulering van die migratie. Wij willen Nederland niet op slot zetten. Wij willen geen arbeidsmigranten tegenhouden, maar wij willen het wel reguleren. We willen er toezicht op hebben. Nu kan een werknemer zo naar Nederland gaan en daar gaan werken. Hoeft niet geregistreerd te worden. Er is totaal geen zicht op in die gemeenschap. De arbeidsinspectie is vreselijk wegbezuinigd. Dus die heeft veel minder mensen. Ik zit daar nu bovenop in de Tweede Kamer om Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken, te zeggen van zorg nou op zijn minst voor voldoende capaciteit bij de inspectie, zodat die mensen langs kunnen gaan in die kassen en in die bedrijven om misstanden op te sporen. Deze week kwam het jaarverslag van de inspectie naar buiten, wat ze dus nog wel hebben gedaan. Ze hebben een aantal uitzendbureaus onderzocht,
Daaruit bleek 70% pleegt overtredingen. Met allerlei schimmige constructies, hoge huurbedragen die ze rekenen. En daar moet wat ons betreft veel harder op ingezet worden. Uiteindelijk willen wij natuurlijk ook dat de lonen omhoog gaan. De lonen in Nederland blijven ver achter bij de enorme winsten die aandeelshouders en bedrijven maken. Dat is al 40 jaar blijft het loon in Nederland relatief gelijk. Het minimumloon is helemaal niet meegegroeid met de welvaart, waardoor we tegenwoordig werkende armen hebben, zoals dat dan heet, 200.000-300.000 mensen. Daarom zegt de SP, verhoog het minimumloon aanzienlijk. De FNV heeft ook een strijd daartoe geopend, zeer terecht, zodat de lonen weer hun weer mee gaan groeien met de welvaart en de werkende mensen hun terechte deel kunnen ontvangen. Dankjewel. Dank jullie wel voor het levendige debat. Ik wil het Jasper heel druk schrijven. Ik zal hem ietsje meer de tijd geven om af te ronden. Ja, Oké, dankjewel. Het gaat me niet lukken, vrees ik, om op alle afzonderlijke punten in te gaan. Ik heb hard meegeschreven, ik ga mijn best doen. Ik wil reageren op Ewout en Ron om te beginnen. Ik heb die boodschap heel goed gehoord. Woorden hebben hun betekenis. En die eigenlijk hoor ik vanuit de hele zaal. Een grote zorg over de opkomst van extreem rechts. Forum en de PVV, zeker, die heb ik ook. Ik weet niet of het zinvol is om een wedstrijdje te doen wie kan het hardste afstand nemen van die partijen. Maar ik. Ik heb er in ieder geval niets mee. En ik strijd tegen discriminatie, ik strijd tegen racisme, ik strijd tegen seksisme. Daar zei iemand vroeg. Of ik feminist ben, of hoe feministisch is de SP? Ik werd een woordje. Ik vroeg maar wanneer en hoe heeft de SP op dit moment gesproken in een positieve zin in wat je hoorde. Ja, nou dat vind ik een hele goede vraag en ik wil je graag straks even spreken, want dan ga ik je al mijn bijdrages toesturen die ik in het kader van emancipatie in de Tweede Kamer heb gedaan. Aanstaande donderdag is er een Tweede Kamer debat over de Nashville-verklaring. Uitermate anti-homo en anti-vrouw. Die verklaring is nu ongetwijfeld bekend, waar de SGP voor heeft getekend. Luistert u dan ook naar mijn bijdrage? Kan ook achteraf. Het woord vluchtelingencrisis niet gebruiken, begrijp ik. Ik zei ook wat dan vluchtelingencrisis wordt genoemd in 2015. Maar u wijst daar terecht op. Pas op, is eigenlijk dezelfde boodschap. Let op je woorden. De export-WW, de WW-fraude, zo wordt het ook wel genoemd. Simon, jij had het daarover, jij was daarvan geschrokken. Ik heb dat heel goed bestudeerd. Het was begonnen, de onthulling kwam van een uitzending van Nieuwsuur. En daar waren mensen in beeld die met behulp van tussenpersonen de mogelijkheid kregen om uitkeringen aan te vragen waar zij evident geen recht op hadden. Ik ben tegen fraude, ik ben tegen misbruik van regelingen en ik vind op dat moment dat ik dat moet benoemen, dat ik daartegen ben. Net zo goed als ik tegen ben dat uitzendbureaus of werkgevers dat soort regelingen misbruiken om arbeidsmigranten na een half jaar weer in dienst te kunnen nemen, zodat ze in een soort flexconstructie afhankelijk kunnen blijven en goedkoop blijven. Stop dictators, vanzelfsprekend. Ik zou willen wijzen op de inbreng van mijn collega Sadet Karabulut. Zij heeft daar veel zinvolle dingen over geschreven, is mijn collega woordvoerder buitenlandse zaken. Praat met arbeidsmigranten, werd er gezegd. Zeer eens. Ik heb van de week twee Poolse arbeidsmigranten ontmoet die genadeloos werden uitgebuit in het Westland. Tot aan fysiek geweld toe. Er was één man van wie zijn tand uit zijn mond was geslagen door zijn baas.
En ik ben daar mee bezig om hem te helpen. Hopelijk hoor je daar binnenkort meer over in positieve zin. En belast de rijken werd er genoemd. Wanneer gaat de SP zeggen belast de rijken? Ja, dat staat voorop in ons programma. Ik wil dat graag nog een keer toelichten. Maar ja, de centrale strijd van de SP is de strijd tegen kapitalisme, tegen ongelijkheid, tegen uitbuiting wereldwijd. En wij strijden voor hogere lonen buiten het parlement en binnen het parlement. En ik zie dat er steeds meer steun komt in de samenleving. En ik hoop ook op jullie steun daarvoor. Dank je wel. Ja, ik wil een paar dingen noemen. In eerste instantie, of in eerste plaats, als het gaat over de EU, de hele framing daarvan is volgens mij wel echt heel verkeerd. Ook in dat hele filmpje over Timmermans wordt gezegd, dat was een fout filmpje vanwege de vorm, of althans de kritiek richt zich op de vorm, maar volgens mij is het inhoudelijk heel fout om een onderscheid van tegenstelling te creëren tussen het Nederlandse volk en de Europese elite, omdat juist dat neoliberale Europa, juist Nederland een heel centrale rol erin inneemt, de Nederlandse multinationals daarin heel erg hun zin krijgen. En omdat we wat dat betreft in eerste instantie het gevecht in Nederland te voeren hebben en solidair zouden moeten zijn met andere delen van Europa. Dus ik denk dat dit een nationalistische analyse is en niet een klasseanalyse die je van een socialistische partij zou verwachten. Dan, helemaal eens met taallessen en al dat soort dingen. Volgens mij is daar geen discussie over. Ik weet ook heel dat een eis is van arbeidsmigranten zelf, die ook heel graag juist die mogelijkheid willen hebben. Ik denk dat we ze moeten steunen in die strijd. Maar als je gewoon kijkt naar wat de SP publiekelijk zegt, of wat de SP'ers publiekelijk zeggen, dan horen we Lilian Marijnissen de lonen in Nederland in verband brengen met arbeidsmigratie en in feite arbeidsmigranten als zondebok aanwijzen. We hadden Paul Ulebelt, die het had wel over een tsunami van arbeidsmigranten. En dat gaat al terug tot de lancering van Gastarbeid en Kapitaal, waar de SP trots op terugkijkt om eigenlijk te zeggen van wij waren er eerder dan Fortuyn en Wilders. Toen zei Tini Cox, die had het over treinladingen van profiteurs die binnen zouden worden gehaald, verwijzend naar gastarbeiders op dat moment. En als het gaat om echt beleid en stemgedrag en zo, de eis is wel degelijk voor werkvergunningen ook. Plus, ik las vanochtend een artikel in de Limburger, meen ik, over de coalitiebesprekingen in Limburg, waar de SP geëist heeft dat er minder arbeidsmigranten kwamen als een van de twee breukpunten voor de coalitieonderhandelingen. Dus het is niet een kwestie van volgens mij is er een schizofrenie van aan de ene kant gewoon een keiharde uitsluitingstendens, aan de andere kant voor de garnituur een aantal opmerkingen over huisvesting en dat allemaal. En je kan die twee dingen niet tegelijkertijd doen. Volgens mij is het belangrijkste dat we heel hard stelling nemen, niet tegen arbeidsmigranten, maar juist tegen het racisme. Dat we telkens erop wijzen dat dit in het belang is van het kapitaal en niet van arbeidsmigranten. Dat we afstand nemen van de retoriek zoals die wordt gebezigd door sommige SP'ers. En dat dus de lijn is, laten we ons organiseren. En daarbij helpt dit soort retoriek dus niet. Dat helpt volgens mij alleen maar extreem rechts. Want ik zal niet zeggen dat de SP extreemrechtse retoriek, of althans, daar lijkt het af en toe wel op. Ik zal niet zeggen dat de SP een extreemrechtse partij is of iets dergelijks. Maar het punt is natuurlijk wel dat als je een aardig eind meegaat in dit soort retoriek, in plaats van echt extreemrechts op dat racisme aanvalt, wat ik de SP echt niet zie doen, dat je eigenlijk een ruimte creëert waarin je zegt van ja, dit is eigenlijk wel oké. En waarin dat gif zijn werk kan doen, waarin het voor ons socialisten alleen maar moeilijker wordt om te gaan organiseren, zowel tegen racisme als tegen uitbuiting, als voor goede huisvesting en het allemaal. Dank jullie wel allemaal. Het is een goed begin van een goed weekend, denk ik. Er zijn nog heel veel bijeenkomsten. De volgende bijeenkomst die begint
was een kort verdriet, dus we hebben eigenlijk een uur pauze. Ik wil in ieder geval nog even wijzen op deze discussie is eigenlijk ongoing. En ik zou zeker ook de SP'ers vragen. Kort voor drie. Ja. Zij kwart over, sorry. Deze discussie is natuurlijk ongoing. Als je daar meer over wilt lezen of zelf ook daar iets over wil schrijven, dan kan dat. Hè. We hebben een brievenrubriek. Deze krant is het dus, de Socialist, daarachter te koop. Je kunt ook een abonnement nemen, dan krijg je gewoon dan mis je niet. Dat is nog beter. Dan mis je de discussie ook niet. En ik wil ten eerste heel erg hartelijk danken aan Jasper dat je hier komt. Kijk. Een beetje het hol van de leeuw, soort van. Wow. Nou ja, niet helemaal. Misschien het Ik zie een heel mooi boek. Ik vind het heel mooi boekjes om te lezen. En daarmee wil ik je bedanken voor je komst. Dankjewel. En ook jullie boek.